De Pleurus is nu ook aan het uitbreken omtrent asiel, wederom. Oh ja, what the fuck. En er is niks frustrerender dan toekijken hoe twee kanten met elkaar in discussie zijn en dat ze allebei gewoon <laughs> bullshit zeggen. Oh ja. Want. Er wordt van alles gezegd, er wordt van alles niet gezegd. Maar wat ik met name mis in elke discussie over asiel en migratie en vluchtelingen ooit, überhaupt, is niet hoe gaan wij om met de gevolgen ervan, maar wat doen wij om op te houden met het veroorzaken ervan? Dat komt nergens terug. Nee, maar dan zou je heel veel moeten erkennen over hoe. Politieke machtsstructuren in de wereld liggen. En ja. dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Daar, daar mag ik het niet over hebben. Wij zijn een liberale democratie en dat is goed. Dus dat, dat kan helemaal niet. Ja, maar niet alleen de, de, de ideologen en propagandisten, maar gewoon mensen met een mening die zo in, in het sprookje van de tweedeling geloven van je hebt een liberale opvatting en dat is dat we ze goed moeten opvangen en wel moeten doorgaan met hun landen bombarderen en legroven. En je hebt de conservatieve opvatting die zegt we moeten onze cultuur beschermen, dus we moeten ze niet binnenlaten. En oh, iemand heeft een telefoon, dus dat betekent dat hij niet elke laatste stuk stof op zijn lijf heeft verkocht om eten te kopen. Dus als hij het nu moeilijk heeft, dan is het zijn eigen schuld, want ja, je mag niks hebben als je die mensen die denken volgens mij echt dat als je buiten Europa komt, dat je dan in een soort van modderwoestijn komt, waar mensen een soort van rondkruipen en nog nooit technologie hebben gezien of zo. En dan hoe komt hij aan een telefoon? Te winkel? <laughs> maar er zijn nu gewoon gemeenten die openlijk zeggen dat ze alleen Oekraïense vluchtelingen willen en dat ze die andere vluchtelingen gewoon niet willen. Ja, die gemeenten die mogen gewoon worden opgeheven wat mij betreft. Dit is. Er zijn van die organisaties waar je je kan aanmelden om mensen op te vangen. Om vluchtelingen in huis op te vangen. En die zijn niet specifiek voor Oekraïnse vluchtelingen. Maar nu vinden mensen dat wel ineens interessant. Wat ze voorheen wat niet eens opkwam. Dus die hebben wel een hele influx gehad in mensen die zich aanmelden om mensen op te vangen. En je kan aangeven specifiek dat je alleen Oekraïnse vluchtelingen wil opvangen. Je kan zeggen... Ja, ik wil wel mensen in mijn huis, maar wel als ze wit zijn. Dat is gewoon ja. een optie die wordt gefaciliteerd. Het is een beetje dubbel dat het daadwerkelijk gefaciliteerd wordt. Toch? Want het is enerzijds natuurlijk fact -up dat wij dat onderscheid maken. Ja. Maar ja, daardoor krijg je wel meer mensen die helpen. Ja, precies. De liberale kant van het verhaal, daar, dat vind ik grotendeels gewoon poep. Omdat het totale hypocrisie is. Dat het alleen maar kijkt naar... De gevolgen van vluchtelingenstromen en totaal niet kritisch kijkt naar wat wij als Westen doen. om ervoor te zorgen dat deze mensen in eerste instantie in beweging komen. Als je zegt nee, hoor, ze vluchten voor islamitische terreur. wie heeft miljarden en miljarden met wapens die landen waar burgeroorlogen met islamitische jihadisten. Uh, wie heeft er miljarden aan wapens ingegoten? Dat zijn westerse landen geweest in Syrië, in Libië, in Irak, in Afghanistan. En. Uh, ga zo nog maar even door. Dus daar heb ik geen, enkele, geen enkel oor voor, omdat dat helemaal niet gegrond is in de werkelijkheid. En aan de constructieve kant snap ik ergens wel. In nu is er bijvoorbeeld sprake van dat gemeente te Bergen onder druk wordt gezet om vluchtelingen op te nemen. En de meeste mensen, waaronder ik zelf, dachten: Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus ik ging even kijken. Dat is een woonplaats waar 6330 mensen wonen. En ik weet niet of dat per se. Dit trouwens, dit zijn gegevens van het CBS. Dit is hoeveel mensen daar wonen. En he, hoe groter een bevolking is, hoe kleiner de, de impact van het het opvangen van mensen, omdat een grotere gemeenschap dat natuurlijk makkelijker in zich kan opnemen. Ja, dus als je hier nu duizend mensen in herzet... dat zou best wel een impact hebben. Ja, dat snap ik wel. En om dan gelijk mensen die dat benoemen van, hé, hey, dit is een demografische verschuiving of zoiets. Hier voelen wij ons door bedreigd in onze manier van leven. Uh, Oké, okay, sorry dat dat ze. De, uh, hun gevoel niet volgens jouw randstad goedgekeurde hoogopgeleide vocabulaire onder woorden hebben gebracht. Ik snap wel dat je in zo'n geval denkt van. Het is niet erg als er mensen worden opgenomen, maar als ineens gewoon een, een hele menigte mensen. zoals mensen het uh, enigszins begrijpelijkerwijs kunnen zien. in deze gemeenschap komen, dat, dat heeft gevolgen. Maar het is natuurlijk wel eigenaardig dat dit soort woonplaatsen die last te dragen krijgen. Dat was ooit in Breukelen. Want mensen kunnen redelijk zijn. Dat heb ik wel met eigen ogen gezien. Ook over dit onderwerp. En ik, er was een plek in Breukelen waar ik vroeger relatief vaak langs fietste. En daar stond op de zijkant van een loods met, met spraypaint iemand erop gezet. AZC, nee. En toen had later, toen ik ik zag dat stond daar, en later zag ik, hé, hey, iemand had ervoor gezet grootschalig AZC. Nee. En toen werd er later weer toegevoegd, meer dan 150. Nee. En toen de laatste keer, de laatste toevoeging die ik daar heb gezien, is 50 tot 75 is oké. Okay. Ja. Langs het Amsterdam-Rijn-Kanaal, je kan gaan kijken. Volgens mij staat het er nog. Mensen kunnen hier. Redelijk over zijn. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als we het ne net over hadden met de boerenprotesten. Er is ruimte voor redelijkheid als je redelijk dat gesprek ingaat: hoe gaan we dit aanpakken? En ook ruimte laten voor wat doen we om op te houden met het veroorzaken. Maar dat daar gelaten. Weet je nog dat verhaal met dikke BMW? Dikke BMW! Dikke BMW jongens! Met Klaas Dijkhoff. Dat was ook zo'n situatie waar weet ik veel, duizend mensen in een dorp van 500 mensen werden gezet of iets in die strekking. Wat de fuck denk je dat er gaat gebeuren? Wie verzint dit soort onzin? Ja, een of andere hersendode bureaucraat, toch? Ja, of, of uh, om, om een beetje uh, te gaan complotdenken. denken. Uh, <laughs> Dat klinkt haast als een strategy of tension, waarbij je probeert maatschappelijke spanningen te creëren. Dat gewoon, dat ze, ja, we gaan dit doen, om het debat op scherp te zetten, waarbij je gewoon dan de ene helft van de bevolking de ene kant op hersendode dingen gaat zeggen, en de andere kant, de helft van de bevolking gaat de andere kant op hersendode dingen zeggen. En uiteindelijk luistert er niemand meer naar elkaar van, wat is er eigenlijk aan de hand? En wat zijn we wel bereid te doen? En wat is wel redelijk om te doen? Want dit is niet redelijk. Sorry als je het niet leuk vindt om te zeggen, om te horen dat het niet redelijk is om heel veel mensen in een heel klein dorp te zetten, maar dat is niet redelijk. Ook nee. als je vindt dat ze goed moeten worden opgevangen, is dat niet redelijk. Dus jij zegt eigenlijk gewoon dat het een soort, het zou een soort divide and conquer-strategie kunnen zijn, maar wie heeft daar dan baat bij in dit geval? De elite die niet wil dat er op wezenlijk onderwerp wordt gefocust, want alle aandacht voor het ene gaat per definitie ten koste van aandacht voor het andere. Mm -hmm. En als hier alle kranten mee worden volgeschreven, heel het internet mee wordt volgespamd en al, alle tv-zenders uh, mee worden volgepropt, dan is dat ruimte in, in het publieke debat die niet wordt besteed aan dingen die er wel toe, toe doen. Aan dingen die wel op de bredere bevolking wezenlijke impact hebben over economische verhoudingen bijvoorbeeld. Wezenlijke onderwerpen die, die verdwijnen daardoor onder gewoon een haat... die tussen de ene helft van de bevolking zonder macht... tegenover de andere helft van de bevolking zonder macht wordt uh, opgezet. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja. Ik weet niet of het uh, expres gedaan wordt, wel wat er gebeurt, zeg maar.